Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 25 mobs in natuurlijk een Modern Warfare 3. In deze serie moet ik zo snel mogelijk 25 mobs halen in de game mode Team Deathmatch. Ik speel elke aflevering natuurlijk met een ander wapen. Vandaag gaan we spelen met de Type 95 met de silencer en de Rapid Fire erop. Hier staat mijn Clash. En we gaan natuurlijk kijken of wij weer een mob kunnen droppen. We zitten op dit moment op 6 mobs van de 25. Dus we moeten zo snel mogelijk natuurlijk naar die 25 toe. Maar het is natuurlijk Team Deathmatch. Dus dat is wel moeilijk omdat het maar tot 75 kills gaat. En als je nou natuurlijk gewoon dominee speelt, heb je gewoon 10 minuten. Hier heb ik ongeveer 5 minuten. En elke kill die ik zie, die moet ik ook gewoon maken. Dus dit is moeilijk. Maar we kunnen wel een mob droppen als het een beetje goed gaat natuurlijk. Dus we gaan ons best doen. Dit is een 3 burst wapen voor de mensen die dat niet weten. Ik heb een rapid fire opgezet zodat die bursten sneller achter elkaar eruit komen. Maar als er iemand fucking hard zit te camperen, gaat het niet werken. Campertjes heeft niemand iets aan, jongens. En oh fucking hell, ik dacht mijn teammate mat. Ja, hoor, ja, we zitten allemaal te camperen, die enemies. Allemaal. Oké, daar gaan we dus niet naartoe. Zit die hier nog? Deze vent is al dood. Oké, dan kunnen we hier langs. Oké, deze vent is nog niet dood, maar nu wel. Dank je. Poepcampers. Yo, even terug. Kijk, mijn teammate gaat daar dood, dus dat houdt in dat er nog een enemy zit. Wauw, zag je hem? Oh, er komt er eentje. Oké, die komen nu naar binnen. Komen ze. Als je een flash gooit, dan is het wel... Oké, ik wou net zeggen. Als je een flash gooit, is het wel handig om er ook achterna te rennen. Maar ik zag hem niet, man. Ik ben dood. Oké, toch niet. Ik dacht dat ik dood was. Maar gelukkig niet. Oké, lopen jongens. Lopen. Het is kut dat de map dom is, man. Want een SL driver zoals deze werkt natuurlijk slechter. Als dat ik nu een submachine gun of zo in mijn handen had. Oh, nice. Double headshot. Ik ben een headshot hacker. Niemand die het ziet. Oh, lekker. Nice. Ik had er nog meer geraakt. Yo, dat bedoel ik dus. Teammate, rot eens op. Teammate, alsjeblieft. Oh, dat is een like waar ik op schiet. Oh, lekker slim weer. Zo, dan maar even op die manier. Ze spannen hier namelijk allemaal naast me. Dan ga ik natuurlijk niet met die type schieten. Ik moet het even met mijn MP9 oplossen, jongens, want die type werkt voor geen ene zak in deze map. Behalve op dat soort afstanden dan. Alleen die krijg... Wat, ze hebben een Azimuth vuurde uit de care packs. Oké, ik heb alle perks. Wat inhoudt dat ik ook blind eye heb. Wat inhoudt dat die Azimuth vuurde mij niet kan zien. Op het moment dat de teammates van mij naast me gaan lopen, schiet die Azimuth vuurde natuurlijk om mijn teammates, ga ik ook dood. Dus wat ik nu ga doen is, ik blijf bij mijn teammates weg, wat is nu niet gebeurd. En dan ben ik nu dus waarschijnlijk dood. En dan kan die Azimuth vuurde me dus niet zien. Waardoor ik misschien nog wel die mob kan droppen, maar ik moet dus wegblijven bij mijn teammates. Want die Azimuth vuurde schiet natuurlijk op mijn teammates. Auw. Fuck. Zit sowieso in achter me, ja. Ja, ik wist het! Oh, waarom moeten ze een Azimuth vuurde uit de carepacks halen? Oh, ik had 19 of 6 sta ik nu. We zaten weer op een hoge streak, man. Het is jammer dat het deze map werd. Ik hoop dat de volgende map een beetje wat chillere map wordt. Oh, lekkere stun weer. Want dan kunnen we natuurlijk meer doen met de Type 95. Want in deze map... Ja, deze map is gewoon niet gemaakt voor zo'n wapen. Dat snappen jullie zelf ook nog wel. En wat? Nee, dat waren 4 bursten op zijn kop. En hij bleef gewoon liggen. Wat? Oké, dat sloeg echt helemaal nergens op. Hij had toch geen vestje aan of zo? Dat was heel random, maar oké. Het zal wel. Hij was nog gelukkig dood gegaan. Ah nee, ik ook. Ik ben ook nog dood gegaan. Deze map is niet goed voor deze gun. Helaas. Maar het puck zit er nu op. Ook helaas. Maar we hebben gelukkig nog een kans. Hoppatee. Hoppa. Hoppa, staat er nog een. Waarom ook niet, joh? Waarom ook niet? Kom je dan hier, snijpertje? Dank je. Nog 1 kill, jongens. Is het potje afgelopen. Yo, thank you. 26 kills hebben wij kunnen oppakken. Dat is een beetje aan de lage kant natuurlijk. Dus als we die mob hadden kunnen halen, dan hadden we sowieso natuurlijk meer kills moeten maken. Maar het is jammer dat ze een Azimuth vuurde uit de carepage kregen. Daardoor moest ik
Een beetje bij die bunker blijven en moest ik ook wegblijven bij mijn teammates. Wat inhoudt dat de enemies vanzelf naar je toe komen, dat ze precies weten waar je zit natuurlijk. Maar, gelukkig hebben we nog wel een nieuwe poging. Dus ik zie jullie zo meteen in game nummer 2, mensen. Dus tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. Deze map, de map bootleg, is natuurlijk iets meer weggelegd voor de mol met de Type 95. Dus, we gaan het opnieuw proberen. Game nummer 2 natuurlijk. En dan hoop ik dat wij die mo-op kunnen gaan droppen. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik hoop dat mijn teammates er niet klaar voor zijn, want dan kan ik natuurlijk meer kills oppakken. Maar dat is eventjes afwachten. Ik ga even... Ja, ik ga door het midden van de map heen rennen met mijn secondary. Ja, fuck it. We moeten even risico nemen namelijk. MP9 suppressor, even door het midden van de map heen rennen. Om even kijken of we die kills kunnen oppakken. Want als het goed is komen de enemies hier meteen. Dan loop ik even om zo. Oké, nee, ze stunnen hem alweer. Zit hier links van me, ik hoor hem. Ja. Ah, dat is één zo'n dildo, hè. Die stunt de hele fucking tijd, jongen. En ik kan er niks tegen doen hierin. Je hebt Blast Shield Pro. Alleen ja, dat werkt ook voor geen ene zak. Dus je hebt wel perks die je er tegen kan gebruiken, maar die werken gewoon toch niet. Dus ja, dan kan je ze wel tegen gebruiken. Maar als ze niet werken, heb je er niks aan, hè. Nee. En die P90 doet, die zit hier ergens. Ik weet niet waar. Dat is mijn teammate's ding. Kijk, uit voor die P90, jongens. Ja, die P90 komt dus in onze rug. Kom dan. Mooie granaat, man. Die P90 vent zit daar ergens. Dat is de enige vent die mij waarschijnlijk hierin kan gaan killen. Behalve als ze een granaatwerper gebruiken. Yep. Wie gebruikt dat nou weer hierin? Oh, zit hij? Hij zit daar gewoon te campen, joh. Dat is even normaal, man. Oh, weer genoopt. Ja, twee keer achter elkaar door dezelfde vent. Wat een onzin. Wat een fucking onzin, man. Ik hoor bij je vriend. Ik weet niet waarom hij op mij... Oh, hij loopt op de kippen te schieten. Wat een onzin, man. Loopt er eentje met zijn fucking noopt rond hier ook. Nee, ja, deze keer had je geen noopt meer, hè. Nee, dan gaat het niet lukken, nee. Dat had ik wel door. Heeft hij zijn granaatwerpen niet meer? Lukt het hem meteen niet, hè, om het te killen. Dat is nou pech gehad, jongen. Beter heeft hij niet weer dat ding. Nee. Nee. Oh, die heeft een RPG in zijn handen. Oh, nog erger. Kan dat nog erger dan? Ja, dat kan, ja. Fucking P90, gast. Ik wist dat hij me ging killen. Want dat is de enige persoon die een beetje logisch nadenkt. En, yep. Hij killt me nog een keer. Oké, het zit er niet in dit potje, jongens. 9 of 5 staan. Nee. Nee. Ik weet, wauw. Ik weet op het moment dat ik op een streak ga zitten in deze bootleg pot. Dat ik sowieso gekild ga worden door een noobshop of een granaat of door die P90 vent. Het is echt gewoon een poeplobby. Maar ja, helaas heb je die soms. Lekker aan het campen, jongen. Heerlijk. Kom dan. Yo, dank je. Hé, hey, mooie campspot, man. Maar niet mooi genoeg. Zo, die moest er even uit, hoor. Soms moet het even. Ik bleef hem even opwachten, want die vent heeft die granaatwerper. Oh, en nog een granaat ook. Hij heeft een granaatwerper en een granaat. Wat wil de gij nou nog meer hebben? Er loopt er nog een. Yep. Die P90 vent die loopt ook gewoon dwars door die map heen. Ik zie hem namelijk kills maken op plekken waar ik helemaal niemand zie van die enemies. Behalve hem dan. Behalve hij zitten. Ze lopen weer voor me weg. Jongens, jullie moeten niet voor me weglopen. Hey, mooie campspot, man. Jullie moeten naar me toe komen, jongens. Of je gaat stilstaan, dat mag ook. Dank je. Dat is geen probleem als je stil voor me gaat staan. Ah, hij zit daar nu te campen, die P90. Dank je. P90 vent, kom je nog? Nee, jou bedoel ik niet. Ik bedoel die P90 vent. Die zit daar namelijk. Die zit zo hard. Het is nu, wie heeft het meeste geduld? Jij of ik? Jij of ik? Als mijn teammate gaat, ga ik ook. Oké, nu dus. Achter je teammate. Komen ze. Ik wist het. Geen lauven.
Dat was heel dom wat mijn teammate deed, want hij keek namelijk niet in de hoek. Oh, ik nu ook niet. Wauw! Maar daar zit nooit iemand. Oh, daar zit serieus nooit iemand. En kijk die timing ook. Hij ging er net zitten. Als ik 1 seconde eerder was geweest, dan had ik hem er naartoe kunnen zien lopen. Maar ja. Daar heb ik nog... Daar zit nooit iemand, man. Laat je kop zien dan. Yo, dank je. Die centergun kan daar niet doorheen schieten. Dus daar kan je gewoon staan. Oh, what the fuck doe je nou weer hier, man? Gaat weer in een hoekje staan, die vent. Hè? Dat was weer met die CM01 met die thermosite erop. Hij heeft er zin in. Oh, lekker recht genaaid weer. Oeh, heerlijk. Heerlijke knijf was dat. Niks op aan te merken. Au, dat is die P90. Teammate, je loopt langs hem, vriend. Ik heb hem nu voor je, maar je liep langs hem. Je loopt langs nog iemand, teammate. Ik ben goed aan het opletten, man. Niet normaal meer. Die vent keek helemaal nergens naar. Hij loopt langs 3 enemies. Langs 3. Hey, lekker slim, man. Ik heb zijn leven 3 keer gered en daarna was hij dood. Dus ik vind het goed. Maar we hebben alsnog gewoon 2 lekkere potjes gespeeld. Alleen ja, weet je, we hebben geen streak kunnen neerzetten. We zaten nu wel op een streak, hier, oh, nu. En daarvoor ook nog even op een streak. Maar ja, weet je, je moet een 24 streak halen en geen 8 of 9 en dan doodgaan. Nee, 24. En dan doodgaan. Dus we hebben geen enkele mogelijk kunnen droppen met de Type 95. Nu was het ook zo dat we best wel in een poeplobby zaten. Met een granaatwerpfeentje en met een P90 assassin. Goos die helemaal over de zijkant van de map rende. Dus ja, dat gaat ook niet lukken. Maar we hebben wel Grim Reaper Immortal en de Veert als onze accolades. Dus dat is natuurlijk altijd goed. En hoop ik dat jullie alsnog hebben genoten. Mocht je nou nog een wapen willen zien, laat dat wapen natuurlijk dan sowieso weten in de comments. En wie weet pak ik jouw wapen eruit. Heel erg bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken voor meer. En dan zijn we over een paar dagen weer terug met een nieuwe aflevering. En zo snel mogelijk natuurlijk weer met een nieuwe video. Dus tot en met de volgende keer. Bye bye, mensen.